wedstrijden trainer van Emmen. Twee keer in Limburg, 6 punten. Wat heb jij veranderd? Want trainers veranderen doorgaans iets als ze ergens komen. Nee, ik vind eigenlijk dat ik niks veranderd heb. In die zin niks veranderd heb. Je brengt natuurlijk... je neemt natuurlijk je eigen persoonlijkheid mee. Maar ik denk dat het niveau waarin ik Emmen aantrof... dat het een heel acceptabel niveau was. En ook de periode daarvoor heeft... Alvons Arts overigens ook al goede resultaten gehad. Dus ik denk gewoon een lijn is die Emmen heeft ingezet. Emmen komt eraan, werd net gezongen hier. Wat mogen we nog verwachten van deze ploeg? Nou, ik denk in ieder geval heel belangrijk voor ons is dat we de aansluiting houden tot de 6e positie. En dat we daar in geslaagd zijn. En je moet de na-competitie halen? Nou, dat vind ik sowieso, dat Emmen daarvoor moet gaan. Je bent een beetje een globetrotter aan het worden, hè? Van Sparta naar Den Bosch. Van Den Bosch naar Willem II en nu bij Emmen. Ja. Had je er zin in vanavond? Ja, ik had er wel zin in. Maar je weet dat het onverstandig is om hier een interview te doen in de kleedkamer. Want ze gaan allemaal vervelend doen. Nee, dat maakt niet uit. Maar hoe komt het dat je de laatste weken weer scherp bent? Ja, dat weet ik niet. Dat allemaal dan is voorbij, laten we het daar maar ophouden. Dus ik heb mee... Kijk, nou worden we weer nat gemaakt. Dat weet je bij jou nooit eigenlijk, nee, hè, wanneer je scherp bent. Ja, dat is wel waar. Is dat ook het leuke aan je? Ja, je moet onvoorspelbaar blijven, zeggen ze. Wat is er veranderd hier met de nieuwe trainer? Wat er veranderd is met de nieuwe trainer? Nou, in principe weinig. Jongens, we zijn morgen vrij. Nee!